Eentje aan het wandelen? Ja, wandelen, liften, rijden. De beide wereld in, zullen we maar zeggen. Waar is Arnie? Hij was een beetje in de war, dus ik heb hem gezegd dat hij beter maar even kon wachten met hier naartoe komen. Maar daar wilde ik het juist met hem over hebben. Simon, wil je me alsjeblieft even bellen? Ik weet zeker dat als we even rustig met elkaar kunnen praten... Dan... Lin, dat heeft geen zin. Hij wil me niet zien, hè? Dat is het. Nee. Zijn vader die heeft me gebeld en... Hij is vertrokken en ze weten niet waar hij heen is. Zie je wel. Leugenaar. Wil je echt niet met me mee? Nee, ik wil verder. Ik heb zo'n afschuwelijke tijd achter de rug. Het gaat alleen maar om een beetje aanspraak, begrijp je? Als de man waar je van houdt niet meer thuis is, dan zit er niets anders op. Dan moet je je troost wel zoeken bij een ander. Je bent niet het spraakzame type, hè? Vertel eens wat over jezelf. Valt niks te vertellen. Dat is de moeite niet. Onzin, zo'n knappe jongen als jij. Die langs de kant van de weg staat te liften. Heel aardig van u om me mee te nemen. Maar ik ga weer wat lopen. Het heeft geen zin. Doe niet zo verlegen. Als je me wat beter zou kennen, zouden we best lol kunnen hebben samen. Toch? Lol. Alleen het woord al. Waarom gaan we niet naar mijn huis en dan nemen we wat lekkers en dan kunnen we een beetje kletsen? Nee, dank u wel. Nog bedankt voor de lift. Hallo. Hallo. Kom erin. Hey. Rien. Hoe is het met je? Ja, goed. Alleen een schrammetje. Ga zitten. Ja. Ik vind het zo erg wat er gebeurd is, Lien. Maar ik kon er echt niks aan doen. Tuurlijk weet ik wel. Die idioten hadden veel te veel gedronken. De politie heeft ze gepakt, maar wat heb jij eraan? Ja. Toen ik zo zag liggen, bewusteloos... Ik wist niet wat ik moest doen. Ik ben de auto uitgerend en ik riep om hulp. Maar er was al een vrouw die gebeld had. En gelukkig dat er niks ernstigs aan de hand was. Er is wel iets ernstigs met me gebeurd. Ja, ik hoorde het. Maar we kunnen nu wel zonder problemen bij elkaar blijven. Ik laat je geen minuut meer alleen, Lin. Ik heb geprobeerd Arnie hier naartoe te laten komen. Waarom? Ik weet hoe erg je dit allemaal vindt. Ik denk dat het voor Arnie een prima oplossing is. Het was toch onzin dat hij het kind wilde opvoeden. En wij waren natuurlijk op aangekeken. Hou op, Rien. Ja, het is toch zo. Je wilde dat kind toch niet? Jij vindt het wel makkelijk, hè? Het is een ongeluk. Zijn we daar ook weer vanaf? Helemaal niet. Maar het is nou eenmaal gebeurd. Er is niks aan te doen. Hé, het enige wat jij hoeft te doen is snel beter worden. Dan gaan we lekker van het leven genieten. Hij is weggegaan. Wie? Arnie. Hij is weg. Hoezo weg? Weet ik veel. Simon zei alleen dat hij vertrokken is. Mevrouw Groot? Ja? Mijn naam is Albert. Ik hoop dat u mij misschien kunt helpen. Wat is het probleem? Ik heb een zoon van 18, die is van huis weggelopen. Ja. En de politie zei dat ik hier kon informeren. Dat hier wel vaker jongeren naartoe komen die in de moeilijkheden zitten. En wanneer is dat gebeurd? Vanmorgen. Heeft zich vandaag niemand gemeld met die naam? Heeft u wel de gegevens aan de balie doorgegeven? Ja. Ik vraag me alleen af, hoe gaat dat precies met jongeren die hier komen? Je hoort wel eens dat ze dat voor de ouders verborgen houden. Dat hangt er vanaf. Kijk,
Wij proberen natuurlijk ook heel erg de rechten van de jongeren te beschermen. En nou wil het wel eens voorkomen dat we ze via een welzijnswerker ergens onderbrengen. Maar alleen als zo'n jongere daarom vraagt. En ik kan u verzekeren dat dat in uw geval niet gebeurd is. Ja, ik wil niks zeggen. Maar waarom wacht u nou niet een paar dagen af voordat u zich zorgen begint te maken? Die jongen is 18. Mevrouw Groot, die jongen is ook volkomen overspannen. Hij wil vader worden en door een ongeluk heeft dat meisje een miskraam gekregen. En nu is hij er gewoon vandoor. En misschien is hij een eindje om na te denken. Meneer Albers, er lopen duizenden dakloze jongeren rond onder de meest erbarmelijke omstandigheden. En ik denk dat die zoon van u zich best zou weten te redden. Zo heeft u hem toch opgevoed? Hé, hey, is daar iemand? Help! Help me alsjeblieft! Rustig maar. Je bent terug. Jij bent weer terug. Johan.